welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik het hebben over alle make-up producten die ik helemaal leeg heb gemaakt. Ze zijn helemaal op. Ik heb ze allemaal bewaard speciaal voor deze video. 95% van wat ik vandaag ga laten zien is make-up. Maar ik heb ook een paar andere soort van skincare producten die ik ook helemaal leeg heb gemaakt. En het leek me wel leuk om te laten zien welke make-up ik helemaal op heb gemaakt en alle skincare producten. Dus ben je hier benieuwd naar? Vergeet niet te liken en te abonneren. Voor de mensen die al zijn geabonneerd, toppie, dikke duim voor jullie. Voor de mensen die nog niet zijn geabonneerd, de knop staat hier beneden onder de video, helemaal gratis. Dan gaan we nou snel door met de video. Voordat ik begin met de video, ik weet al dat mensen gaan vragen welke lipstick ik op heb. Dit is de Morphe lipstick in de kleur Super Matte Dominate. Dominate of zo. Mega Matte Super Matte Dominate. En hij is ook echt mat. Hij brengt ook echt helemaal stroef aan. Zo mat is hij. Zo ziet hij eruit. Deze is in samenwerking met een influencer. Ik ben even haar naam, Nikita Dragon. Zij heeft dus 4 of 5 van deze soort lipsticks uitgebracht. En ik heb dus de kleur Dominate. Dit is echt de perfecte rode kleur met een blauwe ondertoon. Deze is zo mooi. En ik heb hem gebruikt met Kiko lippotlood in 305. Ik had het in de vorige, in 2 video's terug had ik het erover dat Beauty Bay is gestopt met Morphe verkopen. En dat ik nou begon niet meer wist waar ik Morphe kan kopen. Nou, Morphe heeft gewoon een UK website. Ga naar Google, zoek op Morphe Europe of Morphe UK. En dan komt gewoon die website er te staan. Het is iets van eu.morphe of zoiets in ieder geval. En daar staat ook alles in euro en daar kun je gewoon makkelijk Morphe bestellen. En daar is ook de hele collectie, want het is gewoon echt een Morphe website. Dus mocht je iets willen hebben van Morphe, zoals deze geweldige spons. Deze is ook echt heel fijn. Deze lipstick is heel fijn. Ik raad het allemaal aan. Ga gewoon even daar kijken. Maar ja, we hebben het vandaag niet over mijn lipstick, want die is niet op. Wat wel op is, en dit is niks qua make-up, maar dit zijn vitamines. En dit zijn de Yummy Gums Hair & Beauty vitamines. Ik had er 3. 1 pot is voor 1 maand en je moet er 2 per dag eten. En het zijn van die snoepjes. Ze zijn ook echt super lekker. Je mag er maar 2 per dag. En ik pakte er altijd 1 in de ochtend en in de avond. Ik wilde er altijd meer pakken. Zo lekker vind ik deze. Thanks. Welke? Nee, nee, nee. Ik wil die. Oh ja, klopt. Nee, is goed. Doei. Dankjewel. Ik heb ze echt 3 maanden goed geslikt. Elke dag pakte ik er 2. En het was zo makkelijk om het te onthouden. Want het is heel lekker. Dus je vindt het leuk om elke dag 2 te pakken. En deze zijn echt gemaakt voor je haar, huid en nagels. Daar kan ik het niet echt aan zien. Want ik heb acryl. Dus aan mijn nagels zie ik niks. Aan mijn huid. Ik heb al een vrij mooie huid. Maar ik heb dus hier bij mijn kin heb ik altijd van die puntjes, van die soort van bultjes of zo. En die werden oprecht minder en kwamen haren. Ik moet zeggen, hij zegt dat het je haar langer maakt, dikker maakt en al die zooi. Ik heb niet per se verschil gezien in dikte, maar wel in groei. Mijn haar is echt gegroeid, vooral in die 3 maanden. Normaal gaat het best wel traag, maar ik zag oprecht een verschil. Dus ik vind deze echt, ik vind ze echt leuk. Ze zijn lekker, ze doen wat ze zeggen dat ze doen. Dus ja, ik zag wel echt verschil. Dus ik was hier heel, heel blij mee. Oké, wat heb ik nog meer? Qua skincare, Lidl nachtcreme en dagcreme. Mensen, ik heb het vaker gezegd. Als je andere video's hebt gezien, hier en daar heb ik het al gezegd. Geweldig. Ik heb de nachtcreme, de anti-wrinkle. En de moisturizing dagcreme. Geweldig. Elke ochtend dagcreme, elke avond deze nachtcreme. Geweldig. Ze zijn ook super goedkoop. Van de Lidl. Echt top. MacFix Plus in de geur Rose. I love MacFix Plus. Vooral de geur Rose. Deze is helemaal op. Ik moet nog een andere halen. Ik had dus met een domme hoofd MacFix Plus mat gehaald. Wat ik dus nooit meer doe. Die matte is echt vreselijk. Echt niet te doen. Dus ik ga weer MAC Rose halen. Want die was echt geweldig. Deze vind ik super fijn. En de normale MAC Fix ook. Maar ik vind het wel leuk als er een lekkere geur aan zit. Dat is toch wel die extra oomf. Welke setting spray nog meer helemaal leeg is, is mijn Essence Keep It Perfect setting spray. Deze is niet op omdat ik hem zo geweldig vind als setting spray.
Deze is op omdat ik hem geweldig vind als kwastennatmaker. Als ik dat zo kan noemen. Ik maak altijd mijn kwasten nat als ik om mijn oog ga met een glitterkleur. En daarvoor gebruikte ik deze. Ik gebruikte normaal van altijd MAC Fix Plus voor dat. Maar MAC Fix Plus is best wel duur. Is 20 euro. En als ik hem dan voor onzin gebruikte als mijn kwasten nat maken. Ik vond het een beetje zonde. Dus ik gebruikte gewoon de hele tijd deze van Essence. Super goedkoop. 2, 3 euro of zo. I don't know. Hij is nou helemaal leeg. Hij is vandaag opgegaan. Dus... ik moet een andere gaan halen, dus nog niet gedaan, want ik heb meteen deze video gemaakt. Maar deze is echt toppie als kwastennatmaker. En dan heb ik nog een setting spray, de NYX Matte Setting Spray. Geweldig, geweldig, geweldig. Ook een hele goede deal voor de Urban Decay All Nighter. Deze is 8 euro. Ik vind het heel jammer dat hij zo klein is, want hij gaat best wel snel leeg. Je hebt hem in twee varianten. Je hebt hem in mat en in dewy. Ik heb ze allebei. Dit is de dewy, maar die vind ik echt minder fijn. Ik vind echt de matte fijn. Deze is echt geweldig. Hij maakt je gezicht echt mat en hij laat je make-up super lang zitten. 8 euro voor een best wel klein flesje. Dat vind ik wel minder. Ik had hem liever groter gehad, want deze gaat echt heel snel leeg. Ik heb er echt al 3 of 4 gehad. Ik heb hier de Milani Translucent Powder in de kleur Light Medium. Heel fijn om mee te baken. Grote, grote nadeel. Hij is super klein. En dan kan ik het even laten zien in vergelijking met de W7. Kijk. Kijk hoe groot die is en hoe klein deze is. Ik heb ook hier van Nabla. Ook een super groot verschil. Deze is rond de 15 euro. Ik vind het best wel duur voor hoe snel deze leeg gaat. Maar hij is wel echt heel fijn. Dus ja, daarom is hij op. Heb ik een andere gehaald? Nee, omdat ik die van W7 en Nabla allemaal beter vind. En je krijgt meer product. Dus dit was het voor mij niet meer per se waard om een andere te halen. Maar hij was het zeker waard om hem op te maken. Want ik vond hem echt heel fijn. Nog een setting spray die op is. Echt, ik heb zoveel setting sprays. Is de W7 Matte Fixer. Deze is op omdat ik deze altijd gebruikte als kwastennatmaker. In plaats van die van Essence. Maar ik vind die van Essence beter. Want die van Essence is natter ofzo. Het klinkt heel raar. Want het is allebei een soort van water. Maar die van Essence is toch wat natter en wat... plakkeriger dan die van W7. Dus ik vind deze beter voor dat. Dus ja, die is wel op. Maar ik haal geen andere meer. Omdat ik dus gewoon deze heb van Essence. Een van de meest fijne lipglossjes ever. Catrice Volume Plumping. Of hoe die ook heet. Lipgloss. Alles is eraf. Dus ik weet niet meer precies hoe die heet. Deze maakt je lippen oprecht iets dikker. Je voelt het ook een beetje zo zitten. Zo het brandt een beetje. Waardoor je lippen echt oprecht een beetje dikker worden. En hij is maar 4, 5 euro of zo. Je hebt hem in 3 kleuren. En deze is super fijn. Wat wel een klein nadeel is. Is dat deze... hij gaat snel leeg. Dat wel. En hij lekt. Dus nou, in het begin niet. Maar na een tijd. Als ik hem nou gewoon zo lek in mijn la. Komt er allemaal gloss uit. Terwijl hij is gewoon goed dicht. Dus dat was wel echt een nadeel. Er zit nog een heel klein beetje in. Maar hij is echt zo vies. En het valt er steeds uit en zo. Dat ik hem gewoon heb weggedaan. Maar in principe is hij bijna leeg. Ik heb hier twee Kiko 3D Hydra lipglossjes. Favoriete lipglossjes ook. Deze gaan ook... echt er hard doorheen bij mij. Ze zijn niet heel duur, rond de 6 euro. Je hebt ze in superveel kleuren. Echt iets van 25 kleuren bij elke Kiko die er is. Deze zijn zo mooi. Echt, ga naar de winkel, doe hem op. Je gaat echt blij zijn. Deze twee zijn allebei op. Het lijkt alsof ze niet op zijn, maar ze zijn echt op. Wat je hier allemaal kunt zien is echt gewoon nog op de rand. Ze zijn echt allebei op. Ik heb hem in de kleur 20 en de kleur 17. 20 vooral is echt een van mijn favoriete kleuren. Super mooie, perfecte nude lipgloss. Catrice concealers. Echt, hier ga ik zo hard doorheen. Ik maak geen grap. Als ik zeg dat ik er misschien al 12 op heb gemaakt. Deze twee zijn op en ik heb hier gewoon alweer een andere liggen. Ik heb ze in de kleur 020 Light Beige en 015 Honey. Honey is de betere kleur voor mijn huidskleur. Maar die kleur is niet overal. Want die was vrij nieuw. Die kleur hebben ze erbij gebracht met nog een aantal andere kleuren. Dus niet in elk filiaal is deze. 020 Light Beige is wel overal. Die heb ik ook vandaag op, by the way. Maar deze is vrij licht. Maar ik persoonlijk vind het mooi als het licht is onder mijn ogen.
Maar deze twee gaan echt heel lang mee. Zijn echt een van de beste concealers. Ik ga er hier echt heel hard doorheen. Ik heb hier de Kiko Eyebrow Gel. Deze is op gewoon omdat ik hem had. Ik had geen andere brow gel meer. En ik heb gewoon. En ik was continu te lui en vergeetachtig om een andere brow gel te halen. Deze is by the way niet zo fijn. Dus ik raad hem ook niet aan. Hij is wel echt gewoon leeg. Want ja, ik ga altijd gewoon door totdat iets leeg is. Maar ik heb nu die van Benefit. De Gimme Brow. Die is echt veel beter. Maar ja. Hij is wel leeg, dus ik wilde hem laten zien. De fijnste lipolie die er bestaat is de NYX Lip Oil. Deze is helemaal leeg. Ik ben hier zo lang mee doorgegaan dat ik nog echt forceerde om het te gebruiken. Maar nu is hij echt leeg. Deze gebruikte ik bijna altijd als ik geen make-up op had. Vaak naar werk en zo, want mijn lippen worden super snel droog. Ik heb echt hele droge lippen. Ik moet continu iets erop doen. En dat was dus deze lipolie van NYX. En ik moet echt nog even een andere halen. Nog niet gedaan. Dat ga ik zeker wel echt doen. Ik heb hier de kleine versie van de Benefit Bad Girl Bang Mascara. Deze is letterlijk leeg. Dit gebeurt mij bijna nooit dat een mascara leeg gaat. Want dat kost je altijd zoveel tijd. Maar echt... Hij is echt gewoon helemaal leeg. Hij is ook klein, dus het gaat wel snel. Ik vond deze zo fijn dat ik gewoon de grote heb. De Benefit Bad Girl Bang Mascara. Een van de beste mascara's ever. Ik moet wel zeggen, ik weet niet waarom. Ik weet niet of het misschien alleen mij opvalt. Misschien dat ik het gewoon mezelf inbeeld. Maar de kleine variant is een beetje anders dan de grote. Ik weet niet of het is de formule of zo. I don't know, maar ik vind ze niet the same. En ik vind de grote beter. Dus ja, het is een beetje raar. Ik vind die in het klein ook goed. Maar toen had ik dus deze grote gehad. En deze was nog beter. Dus ik was echt like gagged. Ik dacht echt, hoezo? Het moet er gewoon the same zijn. Maar ja, misschien ligt het aan mij. I don't know, maar deze is in ieder geval een topper. En deze is leeg. Nou, we kunnen wel allemaal zeggen dat dit een van mijn favoriete mascara's is. Misschien zelfs wel de nummer 1. En dat is de False Lashes van Essence. En dan de roze. Want je hebt ook een oranje en een groene. De groene weet ik niet. Misschien dat ik daar gewoon nou hier net verzin. Maar er is in ieder geval zeker nog een oranje. Deze mascara is geweldig. Deze is niet op, maar ik heb hem echt al 4-5 maanden of zo. Deze duurt zo lang voordat hij opgaat. Maar ik heb al een nieuwe, dus daar ben ik heel blij mee. Deze is super, super fijn. Is maar 3 euro of zo. Ja, deze blijft forever hier in mijn la. Dit is echt een van de beste mascara's. En dan als laatste is mijn Catrice Liquid Matte Liner. Deze is ook helemaal leeg. Ik heb die helemaal opgemaakt. Ik kan denk ik eerlijk zeggen dat dit mijn nummer 1 eyeliner is. Liquid eyeliner is. Ik heb ook al een nieuwe. Dit is de oude, dit is de nieuwe. Natuurlijk heb ik die meteen gekocht. Deze is echt geweldig. Echt, deze eyeliner is zo makkelijk aan te brengen. Ook voor mensen die echt net beginnen of nog moeite ermee hebben. Echt, koop deze. Geweldig. Echt, de Catrice eyeliner en de Catrice concealer. Geweldig, echt. En zo goedkoop. Ik hou van goedkoop en geweldig. Echt, ik wil nooit veel geld opmaken en shit. Dus, I love it. Nou, dan is de bak helemaal leeg. Kijk, hier is dus die gloss weer allemaal. Deze. Want die lekt echt iedere keer. Ook gewoon hierin is hij gelekt. Zo annoying. Nou, dit was het dan. Ik hoop dat de video niet te lang is. Ik zit nu op 17 minuten en ik moet het nog editen. Dus ik denk dat de video niet te lang wordt. Dit is dus alle make-up slash skincare producten die ik helemaal op heb gemaakt. Het gebeurt niet vaak dat ik producten opmaak, aangezien ik heel veel make-up heb. Ik heb heel veel make-up, ik wissel ook elke dag af. Mensen vragen af en toe aan mij, wat is nou de foundation die je elke dag gebruikt? En ik heb daar oprecht geen antwoord op, omdat ik oprecht elke dag... elke keer andere make-up producten opdoen. En dat doe ik bewust omdat ik continu aan het proberen ben. En aan het kijken, is die goed, is die niet goed. Zodat ik het kan vertellen aan jullie. Dus ik heb niks wat ik eigenlijk elke dag gebruik. Dus dat iets opgaat is altijd heel knap. Dus je kunt echt wel zeggen dat deze producten oprecht goed zijn als ik ze heb opgemaakt. Behalve een aantal die ik gewoon op heb gemaakt. Gewoon om ze op te maken. Maar daar heb ik het net ook over gehad. Nou, ik word net opgebeld door mijn zus dat ze op bezoek komt. Dus ik ga de video hier eindigen. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik weet niet waarom, maar ik had vandaag extra veel zin om een video te maken. Ik ben vandaag goed gehumeurd. Nou, vergeet niet te liken en te abonneren. Liken! En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!